Om een compacte en volle kruin van uw olijfboom te verkrijgen of behouden, kunt u in de periode maart-april de olijfboom snoeien. Houd hierbij dit stappenplan aan. Stap 1. Snoei elkaar kruisende, naar binnen groeiende en dikke meerjarige takken weg tot aan de hoofdvertakking. Stap 2. Knip de overige takken voor minimaal 1/3 terug. Stap 3. Snoei scheuten die uit de stam of de grond komen weg.